Nou, bijvoorbeeld de Noren, hockeyschaatsen. Hier staan alle Friese doorlopers. Schaatsen uitverkocht in de sportwinkels. Geen nood, bij de kringloop liggen genoeg schaatsen klaar. Voor een prikkie. Ja, mensen die hebben het heel veel over leegverkocht zijn winkels. Maar wij hebben eigenlijk nog een heel ruim aanbod. En niet alleen een heel ruim aanbod, ook voor een hele mooie prijs natuurlijk. Want we zijn niet voor niks in kringloop, dus daar horen kleine prijsjes bij. Hele mooie kinderschaatsen, zo goed als nieuw. Onderbinders. Elke dag worden er spullen binnengebracht. En als er dan een niet zo'n strenge winter plaatsvindt, dan zie je toch dat er heel veel schaatsen binnenkomen. Maar ook rond deze periode gaan mensen weer uitzoeken. En dan komen ze schaatsen tegen die te klein zijn of ze willen liever een ander paar. Dus dan krijgen wij weer een hele mooie aanbod binnen. Ja, dat begrijp ik niet zo goed. Nee, ze zijn uitstekend en ik kom hier vaak ook voor schaartjes en voor andere dingen, puzzels, dat soort zaken. Ook altijd leuk. Schaatspuzzel, nee. Nee, dit keer niet, nee. Nee, ijsvogeltjes, ja, dat wel, ja. Ja. Ik zoek kinderschaatjes. En vooral eigenlijk liefst verstelbare Noren voor mijn zoontje. Nou, hier hebben we dus nog een hele pallet vol schaatsen staan. Die hebben we net uit de schappen gehaald. En je kan zo zien. Dit zit nog helemaal vol met schaatsen. Hier bijvoorbeeld ook nog een hele doos vol. Nou, hier hebben we weer een hele mooie tas vol schaatsen. Onderbinders. En hier hebben we de Friese doorloopschaatsen. Doorlopers. Ja, super. Wat moeten die kosten? Je zou voor deze 5 euro kwijt zijn en voor deze 7,50. En dan laat je ze slijpen voor een tientje. Nou, dan ben je voor 20 euro voor een prikkie klaar om op het ijs te staan.